Zie je het? Zie je het? Nee, je ziet het sowieso niet. Hoe ga ik dit laten zien? Oké, kom op deze pen. Ja, ja, zie je het? Zie je het? Een mier op de pen. What the freak? Hallo mensen van GamingSB, welkom bij een gloednieuwe video. We zijn hier weer met zo'n Layton. Vorige keer waren we geëindigd met dit puzzeltje. Alhoewel, puzzel, het is gewoon zoeken, eigenlijk. Volgens mij kun je er gewoon niet onderuit dat het gewoon 2 is. Want als je de quick memo pakt, staat die op het verkeerde scherm. Gaan we even gauw omwisselen. Dan zie je hier eentje. En hierachter precies andersom. Maar ik denk dat dit telt als dezelfde. Dus vandaar dat ik denk dat het 2 is. We gaan gewoon kijken of het klopt. Ik geloof Layton, dat ik de oplossing heb gevonden. Ja, het klopt gewoon hoor. Ik ben zo'n masterminding. Een goede puzzel. Ja, er gaat zeker niks boven zo'n goede puzzel. Wonderful! Een slimme heer als u zal die misdadiger ongetwijfeld achter de tralies krijgen. Maar ik weet alleen dat de dader zijn gezicht achter een mysterious masker verborg. Daar hebben we niet veel aan. Er was net een optocht aan de gang. Dat klopt. Een groot deel van de aanwezigen en artiesten droegen maskers. Ah, doe niet zo flauw. Je moet positiever denken. There's a boutique in de winkelstraat. Misschien heeft die gemaskerde gentleman zijn outfit daar wel gekocht. Misschien kunnen jullie het hele mysterie wel in één swoop oplossen. Ja, sowieso. Ik heb echt moeite met haar stem ineens. Het begon goed. Toen was zo van, nee, nee, laat maar. We gaan tegen Mr. Agent praten. Het zou fijn zijn als we de straat konden afzetten. Dat zou ons werk een stuk makkelijker maken. Maar nee, we mogen het toeristenverkeer niet belemmeren hoor. Is dit de winkelstraat? Zeg maar. Het is wel zo. Hintmuntje. Oh nee. Close. Even kijken, dit is de winkelstraat toch? Oké, blijkbaar is de winkelstraat een plaats waar we nog niet geweest waren. Als we naar de winkelstraat willen, moeten we hier links afslaan. Nou oké, dan doen we dat toch. Ja, ik bedoel, dan kan ik verder met de game. Dan vind ik wel chill, zeg maar. Chilling. Van die Rain zijn Pokémon. Is Pokémon referentie. Chilling Rain. Hebben jullie al gehoord wat er bij de optocht is gebeurd? Het is een schande, weet je. Jammer dat de politie die kerel niet kon vangen. Ze zijn altijd weer iets te laat. Je zou er bijna gewend aan raken. Ik durf te wennen dat de dame in de kostuumwinkel meer weet dan het hele politiekorps bij elkaar. Waar kan ik die kostuumwinkel vinden? Daar zo. Ze verhuurt allerlei verkleedartikelen. Waarom? Zoek je soms een nieuw kostuum? Kun je wel gebruiken. Zoiets. Hartelijk dank voor je assistentie, meneer. Graag gedaan, maar je hoeft niet zoveel mail te doen, hoor. Noem mij maar gewoon Niels. Dat stijve gedoe is niks voor mij. Dat moet die boutique zijn waar de agent het eerder over had. Deze winkel heeft een behoorlijk levendig aanbod. Laten we maar eens naar binnen gaan. Nou, dan doen we dat toch, als jij dat wil weten. Maar eerst eventjes checken voor de puzzeltjes en de hintmuntjes natuurlijk. Want dit is een nieuwe locatie en daar zit een hintmuntje. En hier? Hé, hey, dat werkt. Ik moet dat blijven doen. En hier? Ah, het werkt zo goed, joh. Niet normaal. Nou, volgens mij is hier verder geen puzzeltje te vinden. Dus we gaan gewoon een kostuumwinkel in. Misschien vinden we daar wel een puzzeltje. Hier vinden we sowieso een vrouw. Ik denk wel dat die een puzzel heeft. Dit zijn maskers. Geen hintmuntje. Hier wel. Oké, hier zal ook wel een hintmuntje zitten. Ja hoor. En hier dan? Dat is zo'n voorwerp. Oké. Dan zit hier nog een hintmuntje. Zie? I'm a genius. Hebben jullie dat gevolgd, de genius? Ik vond het oprecht best wel leuk. Niet alleen omdat Rick erin zat. Maar goed, daar hebben we het na deze cutscene wel even over. Want ja, cutscene. Hallo, kom binnen, kom binnen. Goedenavond, mevrouw. Bent u de eigenares van deze boutique? Stop, u hoeft niets te zeggen. Ik weet precies wat u zoekt. Een momentje. Ik heb het hier. Zo. Eigenlijk hoopten we dat u ons wat meer over de gemaskerde heer kon vertellen. Oh, zulke klanten zijn jullie. Waarom zei u dat niet wat eerder? Prima. Als jullie deze puzzel oplossen, vertel ik alles wat jullie weten. Wat ik weet, waarschijnlijk. Want wat je weet, dat is een beetje onzinnig. Een drug winkel. Oké. Het is dit seizoen helemaal in om je boodschappen te doen
in deze delicatessenwinkel. Er staat altijd een lange rij voor de kassa wanneer je door de winkelruit naar binnen kijkt. De ruit is grotendeels bedekt met reclame. Kun jij zien hoeveel mensen er vandaag in de rij staan? Vast wel. Oké, volgens mij is dit niet heel moeilijk. Want je hebt deze guy, dan heb je deze schoenen nog. Hè, dat zijn ook van twee, dat zijn twee verschillende mensen. Dan heb je hier ook nog schoenen. Dus dat is al drie. Dat is hetzelfde als wat hier uitsteekt. Deze guy is dan wel weer anders. Dus dat is vier. Ja, je weet dus niet of dit bij een persoon hoort of niet. Maar ik zie volgens mij... Ja, ik zie hier ook wat. Maar ik weet... Volgens mij is dat de achtergrond en niet zozeer de voeten. Dus dan heb je dit, dit en dan hier nog één. Zeven. Ik weet niet of het klopt. We gaan het zien. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Shit. Ik heb niet zo goed mijn best gedaan, zie ik alweer. Dat is jammer. Opnieuw proberen. Kan ik nou gewoon niet tellen? Is dat het? We hebben de pikkerrats toch al verpest. Hè? We hebben toch niet alle pikkerrats. We kunnen een hitmuntje, maar dat vind ik zonde. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon met 8 gokken. Zou dit de oplossing zijn? Wat? Leten, vertel me. Hoe dan? De heer kraakt elke puzzel. Oh, ik zei nog. Weet je nog dat ik zei van... Yo, ik weet niet of dit bij de dingen hoort of bij de ding. Nou, dat hoorde dus bij een persoon en niet bij de reclame. Fuck dat. Wat kut. Wat een stelletje bolle boze. Oké, wat willen jullie weten? Wat weet u over de gemaskerde heer? Niet veel, om eerlijk te zijn. Hij kwam ongeveer een maand geleden opdagen. Niemand weet waar hij vandaan komt. Hij begon herrie te schoppen, toeristen in paarden te veranderen. Noem maar op, een echte aandachtzoeker. Hoe voert hij die trucs uit? Dat weet niemand. Sommigen noemen het magie. Oeh. Maar weet ik het? Meer weet ik niet. Maar als jullie een onderzoek willen uitvoeren, heb ik hier wel iets om jullie vaardigheden aan te scherpen. Wie weet, misschien gaat je gevoel voor mode er ook op vooruit, jongeman. Wat is dit? Dit is het winkeltje van alles. Een spelletje dat ik ooit verzonnen heb. Het is heel eenvoudig, probeer het maar eens. Misschien leer je nog iets over het beheren van een winkel. Wauw, dat ziet er leuk uit. Dank u wel, mevrouw. De winkel is nu beschikbaar in je cover. Dat is wel cool. Probeer het eens. Je kunt er van alles verkopen. Ja, bladibabla. Oké, zodra ik ze allemaal voltooid heb, kom ik weer langs. Ja, dat dacht ik. Ik ben wel benieuwd of ik deze in mijn eerste playthrough ook al heb gecleared. Ik weet niet hoe dit werkt, maar ik ga gewoon... We hebben een klant. Ik ben dol op beertjes. Oh zo, oké. Ja, oké, dus je moet zeg maar een soort van reeks maken. Dus geel moet bij geel en beer moet bij beer. En dan kopen ze alles. Ja, ik snap dit. Oké. Ik probeer maar gewoon wat. We kunnen nu deze, maar dan zit je... Volgens mij kun je deze op twee manieren oplossen. Want je kunt hier dit neerzetten. En dan die omwisselen. Maar dit kan in principe ook, denk ik. We hebben een klant, wat leuk. Oh, dan kan ze niet beslissen. Oké, dat is goed om te weten. Dat twee groen werkt dus niet. Kijk, en dan ineens is het geen twee opties meer. Oké, dan gaat hij naar de appel. Dan gaat hij naar groen. Dan gaat hij naar ananas. Dan gaat hij naar geel. En dan gaat hij naar banaan. Toppie-joppie. Nou, ik heb het helemaal geweldig gedaan. Het is prachtig. Wel leuk spelletje, moet ik toegeven. Ik leed het even ook wel eens. Zoals met dat thee voelde ik niet zo. Maar dit vind ik wel een leuk spelletje. Thee was in Doos van Pandora. Nou, we gaan verder kijken. Ik geloof dat we alle beschikbare informatie hebben verzameld. Laten we ons naar het hotel begeven. Als het goed is, hoeven we alleen deze straat uit te lopen, dan ligt het om de hoek. Dan doen we dat. Als jij dat wil, Emmy. Nou ja, meestal doe ik liever niet wat Emmy zegt, maar goed, soms moet het. En een hintmuntje, heel cool. Dit is vast geen hintmuntje. Oh, wel! Oh, ik dacht dat is vast zo'n tekstballonnetje. Dit is wel een hintmuntje. Zie? I knew it. Hey, je kunt er nog steeds op drukken. Oh, dat is met deze ook. Ah, kijk. Wat is hier dan? Oh, dat is zo'n dingetje. Kijk. Nou, hebben we die ook weer voor onze verzameling. Want hoe ver staan we daar nu mee? We hebben alles tot nu toe, joh, gek. Lekkering. Zeker lekkering. We gaan naar Mr. Clown Jotam. Oh, ja, wacht. Dat zegt hij helemaal. La di da di dum di do di dum di do di de di de dum di do di dum. Kijk, professor. Een clown. Ah, laat me raden. Dit is jullie eerste keer in Montendoor. Hallo, ik ben Jotam. De vriendelijke circusclown. Ik ben Herschel Leed.
Ik geef les in archeologie op de Universiteit van Grassenhaller. En hij is ook een heel beroemde puzzeloplosser. Oh, dat is mooi. En ik moet zeggen dat die hoed u bijzonder goed staat. Over hoeden gesproken, ik zal even een puzzel uit de mijne toveren. Tada! Kijk eens aan, mijn cadeau voor u. Ik vind zijn stem perfect. Oh nee, Giron moet over een paar minuten op, maar hij is gestruikeld en heeft zijn jongleeruitrusting laten vallen. Set. De setjes van twee gelijkgevormde en gekleurde voorwerpen horen bij elkaar te liggen. Maar er is één voorwerp waarvan geen tweede exemplaar te vinden is. Weet jij van welk voorwerp er geen tweede exemplaar is? Is dat niet heel makkelijk? Is dat gewoon niet gewoon deze? Je kunt dit aanvinken. Dit is sowieso... Ik ken Layton. Dit is hem sowieso. Ja, ik wist het. Ik ben zo smarty pants, hè. I do be smarty pantsing. Very hard. Yo, what the frick? Er loopt hier ineens een mier, joh, gek. Hier, wacht, wacht. Kan ik het laten zien op cam? Zie je het? Zie je het? Nee, je ziet het sowieso niet. Hoe ga ik dit laten zien? Oké, kom op deze pen. Ja, ja, zie je het? Zie je het? Een mier op de pen. What the frick? Ja, dat is wel crazy. Nu zit hij niet meer op de pen. Not what the fricker. Wauw, geweldig. De jonge man maakte geen grapje. Oh, ik heb nog een plaatselijk feitje voor u. Ziet u, die grote stenen paad, dat is ons beroemde monument. Het beschrijft de gehele geschiedenis van Montetourt. En het is ook een mooie plek voor vakantiefoto trouwens. Oh, natuurlijk. Ik las het in de reisgids. Plaat dient om de stichting van de oude stad te herdenken. Precies. Er is hier ontzettend veel te zien. Hebben jullie trouwens een beetje van die optocht genoten? Ja, zeker. En het was behoorlijk vermoeiend. We staan dan ook op het punt om naar bed te gaan. Nou, voor een hotel hoeven jullie niet ver te zoeken. Het dichtstbijzijnde hotel is de Kamelenbult. Geweldige service. Als u linksaf gaat, komt u het vanzelf aan uw rechterkant tegen. U bent de show. Wij zitten daar ook ergens in de buurt. Oh, en met wij bedoel ik het Circus Sterrenlicht. We zijn een reizend circus, ziet u. Kom eens kijken als u tijd heeft. Ja, bladibabla. Ik heb het wel een beetje gezien. Ik krijg een beetje hoofdpijn van deze man. En dat is niet omdat hij zo druk is. Juist om het tegenovergestelde. Dit hadden we al gedaan. We gaan naar het hotel. Pernil. Wel, moet je eens kijken. Nou, professor. Blijkbaar heeft Angela een behoorlijk stijlvol hotel voor ons geregeld. Ha, ha. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n exotisch verblijf heb overnacht. Ik neem aan dat de toeristenstad meestal veel luxe hotels heeft. Ik kan het heerlijke eten al ruiken. Laten we naar binnen gaan, professor. Prima. Laten we... Wat is er aan de hand? Weet ik niet. Wat is er aan de hand? Oh, daar kunnen we inzoomen. Oké. Dit is gewoon een bord. Hintmuntje, let op. Kabooming. Nog een hintmuntje, let op. Nog een keer kabooming. Waarschijnlijk zit in het inzoomstukje nog een hintmuntje. Oké, ik heb er genoeg van. Ik weet niet waarom ik mijn tijd aan jullie heb verspild. Waardeloze pluizenbollen. Oh, wat een schattige konijntjes. Schattig, deze snotterige kleine haarballen. Ha, ik heb nooit zulke nutteloze bezen gezien. Deze man is gemeen, holy damn. Ah, het is een rijke lui. Dat is 1 en 1 is 2, toch? Ik denk dat het tijd wordt om deze konijnen voorgoed uit het circus te zetten. Uit het circus te zetten? Waarom? Mijn circus is geen plaats voor talentloze konijnen die te lui zijn om nieuwe trucs te leren. Holy damn. En een verspilling van tijd en geld. Dat is afschuwelijk. Ik heb een idee. Wat als ik er een meeneem voor u een paar trucjes leren? Oh, dit is waarschijnlijk nog de laatste minigame, zeg maar. Kies een konijn. Ik vind die witte wel leuker. Op dit scherm. Vind ik die witte leuker. Op dit scherm de rode. Dus we gaan voor de witte. Oh, check hoe cute. Ja, die gaan we. Die hebben we binnen. Ching. Naam voor het konijn. Ik doe wel een Flappy. Echt. Hoe heet die? Joep van het Hek zou trots op me zijn. Het was kerstochtend. 1961. Deze wordt alleen niet... Ja, gaat niet in de tweede kerstmaal belanden. Wat een innemend beestje. Maar vergeet niet om hem terug te brengen als je klaar bent met de training.
Ja, blablabla, boeien. Oké, dat moesten we dus blijkbaar eerst doen. Maar we moeten eerst ook nog iets anders doen. En dat is een hintmuntje zoeken. En die zit hier. Zie? I knew it. Zou die nog een puzzeltje hebben? Nee, dan boeit me deze hele dialoog ook niet. Ik ga nog naar binnen hopen dat daar een puzzeltje is. Kom, laten we naar de receptie gaan. Als het goed is, worden we verwacht. Ja, nou, we gaan eerst even hintmuntje 1, hintmuntje 2 pakken. En, hey, het huisje van die guy in. Voor die vergeten puzzels, zeg maar. Hier zit er ook nog één. Ah, dat is zo'n geheim voorwerp. Oh, ik heb nu ook het huisje. Dat huisje ziet er erg bekend uit. Ja, ik weet wat u bedoelt. Dus het was geen déjà vu. Nu blijft het me vast en zeker nog de hele dag dwars zitten. Het lijkt niet bij de rest van het hotel te passen. Zou het een kunstvoorwerp zijn? Ik heb je toch al verteld wat het is, bro. Hier, laatste hintmuntje. Oké, nu moeten we dus gaan bepalen welke is het puzzeltje. Ik hoop beide. Deze is geen puzzeltje. Hallo, ik ben Yuming. Aangenaam. Ik wilde even kwijt hoe blij ik ben met dit hotel. Oké, bladibabla. Dit boeit niet zoveel. Oké, ik heb even met die vrouw gepraat. Zeg niks nuttigs. Maar deze guy heeft een puzzeltje. Ja hoor. Welkom, welkom. Heeft u gereserveerd? Ik geloof het wel. Staat er wellicht een reservering voor op naam van Herschel Leighton? Ah, natuurlijk. Mevrouw Ledoor heeft ons al op de hoogte gebracht van uw komst. Een momentje, alsjeblieft. Ik haal de sleutels voor u. Is dit hotel eigendom van de Ledoors? Waarschijnlijk wel. Alles in dit hotel is zijn eigen plekje. Dat is echt typisch voor Henry. Professor, hoe goed kent u meneer Ledoor? Wat is hij voor iemand? Ik herinner me hem als een bedachtzame jongen. Stil en ijverig. Maar ik sprak hem eigenlijk nauwelijks. We woonden in hetzelfde dorp, maar voor mij was het slechts een vriend van een vriend. Ik heb hem nooit goed leren kennen. Maar u kende Angela wel goed, of niet, professor? Sorry dat ik u zo lang heb laten wachten. U kunt hier even tekenen. Perfect, ik heb een stel prachtige kamers voor u. Hier zijn uw sleutels en een gratis puzzel. Kijk eens aan, wat een uitmuntende service. Ja, en met deze uitmuntende service en puzzel... Oh, volgens mij is het geen handige puzzel om te doen. Nou, ondanks dat deze puzzel dus niet makkelijk te doen is, sluit ik hier wel de aflevering af. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog, zo niet, vertel je waarom. En zie ik jullie de volgende keer. Laters!